Ik heb heel sterk het gevoel dat dit de eeuw van de dieren is. Voor dieren is Europa een absolute ramp. Een einde moet komen aan de bio-industrie. En u vindt dat het goed gaat met dieren in Nederland? We hebben het over 1 miljard dieren in Nederland. Historische doorbraak. Moet je nagaan wat wij straks in die Kamer gaan doen. Dat is de partij voor de dieren. En daarna win je. En dat hebben we gedaan! Voor het eerst in de geschiedenis werd er in een nationaal parlement een partij gekozen die dierenrechten centraal stelde. De Partij voor de Dieren. Vier mensen stonden aan de wieg van deze partij. De noodzaak van zo'n partij was jaren eerder geopperd door Nico Kofferman. Mijn verwachting was dat wanneer je een Partij voor de Dieren zou oprichten, dat het andere partijen zou kunnen inspireren om te denken, nou, dat is vervelend dat er mensen zijn die een Partij voor de Dieren oprichten en ons concurrentie aandoen, wij duurzame partijen, en dat ze daardoor harder zouden gaan lopen voor dierenwelzijn. We moeten niet alleen maar op het Binnenhof staan om actie te voeren en met de megafoon te roepen wat we willen. We moeten zelf naar binnen en proberen van binnenuit veranderingen en wetgeving te gaan organiseren voor dieren. Marianne Thieme werd het gezicht van de partij. Ze was al jaren ontevreden over wat er in de politiek werd bereikt voor dieren. Ik wil de politiek in omdat de zwaksten in onze samenleving niet vertegenwoordigd zijn. De dieren. Gandhi zei, de mate van beschaving van een land is af te lezen aan de wijze waarop het omgaat met dieren. Tijdens de periode Paars 1 en Paars 2 hadden de diervriendelijke politieke partijen een meerderheid in de Kamer. Maar als je dan vroeg, maar waarom ga je dan nu niet even doorpakken en zorgen echt voor dat dierenwelzijn verankerd wordt in de wetten? Daarvan zeiden, ja, we kunnen geen ijzer met handen breken en we hebben ook nog andere onderwerpen waar we ons mee bezighouden. Dus het was slechts een bijzaak. Terwijl als je kijkt naar de andere politieke partijen die ook erg veel bezighouden met dieren, zoals CDA en de VVD en de LPF destijds. Nou, die waren zeer fanatiek om juist de meest dieronvriendelijke maatregelen voor elkaar te krijgen als maar mogelijk was. Oktober 2002 was een van de meest onwaarschijnlijke momenten om een Partij voor de Dieren op te richten. Het gaat erom dat u dierenrechtenactivisme probeert te criminaliseren. Door het onder een terroristenwet te laten vallen. Terwijl er prima wetten zijn die dit soort dingen kunnen aanpakken. Nee, als dierenwelzijn, dat als onderwerp, gedisqualificeerd. Want de aandacht gaat nu meer naar het zogenaamde terrorismebestrijding. Wat drijft op de angst die bij mensen leeft over het terrorisme in het algemeen. Het is niet meer aan het voeren. Worden dierenactivisten gestigmatiseerd, vindt u? Exact. Als er ooit een moment was om niet stil te zijn, is het wanneer je ten onrechte gecriminaliseerd wordt. Op het moment dat je ziet dat de rechten van dieren afgebroken worden, het welzijn van dieren meer gevaar loopt dan ooit. Ja, dan zou je juist moeten laten zien waar je voor staat. En proberen daar maatschappelijk draagvlak niet alleen voor te winnen, maar ook zichtbaar te maken. Toch besloot het viertal de uitdaging aan te gaan en richtte de Partij voor de Dieren op, nog net op tijd voor de parlementsverkiezingen van januari 2003. Bijna niemand geloofde dat het zou lukken. Er zijn, behalve Emiel Ratelband of Winnie de Jong, nog wel een paar mannen en vrouwen die zo'n beetje elke dag campagne voeren, terwijl ze toch heel diep in hun hart moeten weten, ik kom waarschijnlijk of echt niet in die Tweede Kamer. Die mensen voeren een dappere strijd. Bericht van Kees Overgouw. Wij willen de dieren gewoon op dit moment een stem geven. Dag mevrouw, u heeft zoveel haast, hè? Ja. Maar ik wil heel even onderbreken. Wat vindt u van mijn jas? Is het niet divine? Er is heel veel aandacht voor onze partij. En, ja, ja. Wat dat betreft zou ik zeggen, kiespartij voor de dieren. Druk, druk, druk. Marianne Thieme, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, vliegt van hot naar her. Waarom zou je eigenlijk überhaupt een Partij voor de Dieren hebben? Hè? Ja. Het ene moment zit ze in Den Haag bij Radio West. We hebben het over 1 miljard dieren in Nederland die een ellendig leven leiden in de bio. Dan weer campagne voeren in de Kalverstraat. En daartussendoor slepen we haar nog mee in de trein. Er zit al zoveel onzin in die Tweede Kamer. Waarom nou ook nog een Partij voor de Dieren? Er werd heel lacherig gereageerd op onze partij. En dat had ik eigenlijk van tevoren al kunnen voorspellen. Kijk, een partij die opkomt voor niet-mensen. Nou, dat was eigenlijk onvoorstelbaar. Want tot nu toe kenden we alleen maar nieuwe politieke partijen die opkwamen voor de armen, voor de rijken, voor de christenen,
voor de arbeiders. En ja, een partij voor de dieren. Ja, wat zal dan de volgende partij zijn? Een partij voor planten? Op het moment dat je ziet dat de wijze waarop mensen met dieren omgaan een van de grootste bedreigingen voor de ecologie vormen, en dus ook voor het voortbestaan van het leven op aarde, is er alle reden om te kiezen voor een afwijkende naam die ook je afwijkende positie markeert. Dus die laat zien, dit is niet een partij die de mensenbelangen centraal stelt, maar een partij van mensen die bereid zijn verder te kijken dan hun eigen belang en het belang van de dieren centraal te stellen. Niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste. Een provocatie? Ja, het is wel degelijk zo dat er iets provocerends zit in het feit dat je tegen mensen zegt, zullen wij nou eens onze eigen belangen niet centraal stellen, terwijl dat niet meer dan gebruikelijk is. Dus dat is wat de Engelsen zo mooi mind-provoking noemen. Je moet daarover nadenken. Hey, kan dat wel? Waarom is dat eigenlijk? En dat is inderdaad wel een belangrijk onderdeel van het succes van de partij. Een partij voor de dieren kan zich makkelijk rijk rekenen. Miljoenen Nederlanders zijn aangesloten bij natuur- en milieuorganisaties en... Daarnaast zijn er 700.000 mensen lid vegetariër. Als die 700.000 mensen stemmen op ons, dan heb je het over een kiezerspotentieel van 14 zetels. 14 zetels? Zo ver kwam het niet. Maar de partij kwam wel een heel eind. Ze haalden meer stemmen dan alle nieuwe partijen bij elkaar. Maar net niet voldoende voor een zetel. Dat gaf hoop. Maar overigens, de Partij van de Dieren heeft nog wat meer gehaald. De laatste stand daarvan weet ik niet. Je hebt een heleboel dieren. Hebben toch nog wat zetels, in elk geval wat stemmen getrokken. Maar geen zetel, geen honden in de Tweede Kamer. Zijn er bijna, maar nog niet helemaal, helemaal. De volgende halte vormden de Europese verkiezingen van 2004. Europa is dé grote sponsor van de landbouw en in het Europees Parlement kan veel voor dierenwelzijn worden bereikt, omdat veel lidstaten hun eigen verantwoordelijkheid afwentelen op Europa. Voor dieren is Europa een absolute ramp. Miljoenen dieren worden levend door Europa gesleept, alsof ze al dood zijn. Levende veestapels op weg naar de slachtbank. Partijen als GroenLinks laten zien dat ook zij niet hoog durven inzetten voor de dieren. In hun verkiezingsprogramma staat dat diertransporten maximaal 4 uur mogen duren. Maar in een zojuist gestarte handtekeningenactie is die eis al met 50% afgezwakt. En vraagt de partij nu om een maximum van 6 uur. Om de politiek weer in beweging te krijgen is er een haas in een marathon nodig. Dat is de Partij voor de Dieren. Ook al haalde de partij in Europa de kiesdrempel niet, ze werd steeds bekender en won in aanhang. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 leken kansrijk. Bekende schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en opinieleiders sloten zich aan en waren bereid als lijstduwer op de kandidatenlijst plaats te nemen. Waarom jullie de Partij voor de Dieren een warm hart toedragen? Omdat dieren heilig zijn, namelijk altijd onschuldig. En wij die nooit onschuldig zijn, een hoop kwaad doen bij deze heiligen. Direct na de Tweede Kamerverkiezing in 2003 kreeg ik een mailtje van Mensje van Keulen, schrijfster. En zij schreef, mijn stem was en is voor de Partij voor de Dieren. En toen we dat lazen, toen dachten we van, we moeten daar wat meer mee doen. En via eigenlijk Mensje van Keulen zijn we in contact gekomen met Kees van Kooten, Maarten het Hart, Rudy Kousbroek. En het groeide het aantal lijstduwers. En die hebben we toen op de lijst kunnen zetten. En heeft gezorgd voor heel veel publiciteit, maar ook voor heel veel extra stemmen. Dankzij een forse gift van de ondernemer en filantroop Nicolaas G. Pierson kon breed campagne gevoerd worden. Hoe bedreigend een Partij voor Dieren inmiddels was geworden voor andere partijen, bleek op een debat dat vlak voor de verkiezingen werd gehouden. Vertegenwoordigers van partijen van links tot rechts schetsen een dierenhemel op aarde en verklaarden zich voor alles wat maar diervriendelijk was. Wie is daarvoor? Bent u allemaal voor? Dank u wel. Volgende stelling, graag. Wie is daarvoor? Allemaal voor. De overheid moet kiezen voor een veehouderij zonder dierenleed en natuurvernietiging. Wie van u is daarvoor?
Iedereen is voor. U bent allemaal voor dat we dat moeten hebben. Waarom hebben we het dan niet? Al voor de verkiezingen vormde de partij de haas in de marathon die het dierenwelzijn hoger op de agenda zette. En natuurlijk moet er ook iets in de wetgeving gebeuren. En dan is het wel belangrijk dat we straks andere meerderheden hebben in de Kamer. En dan zeg ik ook, iedereen zegt het hier al, ga dan niet als GroenLinks, D66, PvdA of wat dan ook op de Partij voor de Dieren stemmen. Want dan lossen we dus niks mee op. He, in de meerderheden in de Kamer. Het gaat in de Kamer uiteindelijk over macht. Dus je ziet dat dat Harm Evert Wauckens, die door de partijleiding en door de kandidatencommissie als buitenboordmotor werd beschouwd door hem op een onverkiesbare plaats te zetten, dan is al zijn werk dat hij de afgelopen 4 jaar dus kennelijk niet genoeg geapprecieerd door de partijleiding. En dat is het belangrijkste effect wat de Partij voor de Dieren nu al heeft. Wat je ziet is dat de dierenbeschermers die allemaal buiten de boord dreigden te vallen, dat ze allemaal op een hogere plek zijn geëindigd. En dat moet je nagaan wat wij straks in die Kamer gaan doen. Heel duidelijk signaal van de kiezer. Dat alles bepaalde stembusuitslagen nu binnen te komen. Die staat voor een werkelijke verandering in de staat. Andere nieuwkomende Tweede Kamer is de Partij voor de Dieren. En daarna win je! En dat hebben we gedaan! Partij voor de Dieren van niks met 2 zetels als alle voorspellingen kloppen in de Tweede Kamer. Wat was uw eerste reactie? Voor het eerst in de geschiedenis is er een partij vertegenwoordigd in het Nationaal Parlement dat exclusief opkomt voor de belangen van dieren. En dat is een historische doorbraak waar ik heel erg blij mee ben. En dat is een heel duidelijk signaal van de kiezer dat de politiek de afgelopen jaren dieren heeft laten liggen. Dierenbelangen totaal niet heeft mee laten wegen in al hun beslissingen die ze maken. En wat nog belangrijker is van vanavond, wat uit de exit polls blijkt, is dat er een diervriendelijke meerderheid is in de Kamer, waardoor er echt iets gaat veranderen onder aanvoering van de Partij voor de Dieren. Twee activisten in de Tweede Kamer. De media en de collega-Kamerleden moesten erg wennen aan het nieuwe verschijnsel. Marianne Thieme, partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, op weg naar Den Haag. Op de agenda staat de begroting van het ministerie van Landbouw en Thieme is van plan flink uit te pakken. Maar nu bent u op de weg naar Den Haag. Denkt u dan van, ik ga me weer eens inzetten voor de dieren vandaag? Ja, eigenlijk wel. Ja. Je merkt toch wel dat je wat dat betreft heel veel werk te verrichten hebt in de Kamer. En de partijen zitten absoluut niet altijd op ons te wachten. Hoe gaat het met de dieren in de Kamer? In de Kamer? Ja, er zijn muizen, begrijp ik. Maar voor de rest worden de dieren in de Kamer en door de Kamer door onze fractie goed behandeld. Door de dierenpartij? Ja, nou goed, alles went. Maar langzaam zo te zien? Nou nee, alles went. Ik vind het een beetje een welvaartsverschijnsel, maar ik gun het al die dieren. Hoezo een welvaartsverschijnsel? Nou ja, als niet genoeg problemen als mensen hebben, dan houden we ons bezig met de problemen van de dieren. Zo zou je kunnen redeneren. De eerste reactie was dat elke keer als er het woord dier viel, bijvoorbeeld bij de walrusonderzeeërs, dat er dan meteen naar ons werd gekeken. Oh, de dierenmeisjes moeten even opletten, het gaat over een dier. Hij is bij mij gekomen omdat hij dat zo vriendelijk vindt van mij allemaal. Dat zou zeggen mensen, ik zou eens even bij een groen blaadje of je daar niet liever op wil gaan zitten. Ik zet hem zo weer buiten. Dat zou ik doen. Maar ik dacht, ik neem hem even mee naar dit gekakel. Sentimenteel hoor. Vind je ook niet? Ja, vind ik wel. Ja, ja, ja. Nou, hè? Ik denk dat dieren er beter voor worden als de Partij voor de Arbeid zijn rug recht haalt. Oh ja? Om dierenwelzijn. Oh, ja. Een kleine anekdote, ik had een hoogleraar statistiek die vertelde mij, even misschien maar mevrouw Thieme en oude Hans als ze even niet luisteren, maar die vertelde mij het volgende verhaal. Die zei, als je een haas een schot hagel voor zijn kop schiet en een schot hagel achter zijn staart, dan vinden economen dat hij gemiddeld gezien dood is. Maar dat lijkt me toch niet een juiste conclusie. Bovendien duurt al even voordat de niet-statistici dit doorhebben. Om ervoor te zorgen dat de collega's dierenrechten als thema serieus zouden nemen, besloten ze te beginnen met rumoer. Ook in het stellen van kamervragen is de Partij voor de Dieren niet kinderachtig. Over inktvissen, een vleesetende Donald Duck of speelgoed voor varkens. In een jaar tijd kreeg minister Verburg 196 vragen te beantwoorden. Goed voor 2 extra ambtenaren. Intuïtief voelden we wel aan dat je op een andere manier politiek zou moeten bedrijven met een Partij voor de Dieren dan de traditionele politieke partijen deden. Een politiek van compromissen, van handjeklap, van korte termijn belangen behartigen. Daar voelden we ons niet in thuis en we hadden ook besloten dat we daar niet aan mee zouden gaan doen.
Marianne Thieme is niet alleen maar goed voor de dieren, maar ook heel erg goed voor de werkgelegenheid. Sinds ze in de Kamer zit, bestookt ze haar collega's met de ene naar de andere vraag. Het beantwoorden van al die vragen blijkt een fulltime job te zijn. Tijd om haar eens een paar vragen te stellen. Marianne, we hebben kunnen lezen dat je zo verschrikkelijk veel vragen stelt tegenwoordig, eigenlijk al het hele jaar. Ja. Dat er zelfs 2 extra ambtenaren aangenomen moeten worden. Ja, toch nog wel weinig vind ik eigenlijk. Je had nog meer ambtenaren gewild. Ja, als je nagaat, er zijn 3900 ambtenaren op het ministerie van Landbouw. En dan 0,05%, heb ik even uit zitten rekenen, is voor dierenwelzijn dan gereserveerd. Dat is nog steeds helemaal niks. Nou, het is wel 2000 euro per setje vragen, hè? Ja, nou en je hebt er al een aantal op je naam staan dit jaar. Ja, want hoeveel waren het er ook alweer? Ze zijn kennelijk heel erg moeilijk. Nou, meer dan 150. Via een spervuur aan moties werd de collega-Kamerleden een uitspraak ontlokt over de plannen die ze in hun eigen verkiezingsprogramma hadden beloofd. U moet niet gaan lachen hoor, want dan, dat is echt... We moeten er nog heel veel. De motie Ouwe Hand, wie is daarvoor? SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren... verworpen. Ja. En u heeft een motie ingediend. Een van de, hoeveel had u er nou ingediend vandaag? 41. Ja, 41. Die gingen over de bio-industrie, over de plezierjacht, over proefdieren en over gezelschapsdieren. En die moties waren deels gebaseerd ook op de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in de Kamer. Ja. En dan zegt u van, de motie was geloof ik, we hebben het even opgezocht, verbod op onverdoofd castreren van biggen. Ja. Dat staat bijvoorbeeld ook in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Ja. Dus de Partij van de Arbeid had u wel mee natuurlijk. Ja, dat denk je dan op zo'n moment. Maar daar wordt gewoon niet voor gestemd. Nummer 168, de motie Ouwe Hand. Wie is daarvoor? SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, verworpen. We hebben een 20 uur durend debat gehad over dierenwelzijn. Waarbij werkelijk de goudvis tot aan het varken, van het paard tot aan de apen... die gebruikt worden voor dierproeven. We hebben het allemaal de revue laten passeren. Maar wat je ziet is dat er heel veel wollig taalgebruik gebezigd wordt. En dat je eigenlijk aan het eind denkt van, wat vinden ze nou eigenlijk? En dan hebben we een mooi instrument in de Kamer. De voorzitter organiseert een stemmingen. En dan kun je de politici nou eens een keertje gewoon simpelweg laten kiezen uit tegen of voor. En op die manier kun je dus heel veel helder krijgen over wat ze nou werkelijk vinden. Ja. En kunnen de volgende verkiezingen duidelijker... de stemmers weten dan welke partij ze wel. U zit in de Kamer om iets te bereiken voor dieren. Ja, en toch? Dat gebeurt ook zo op die manier. Nee, want ze stemmen allemaal tegen. Dus er wordt niet iets bereikt, behalve dat u misschien inzichtelijk maakt dat de andere partijen geen zin hebben om met u mee te stemmen. Maar dat is een pover resultaat voor de dieren. Mensen werden, nadat wij in de Kamer kwamen, boos over de wijze waarop wij vervolgens politiek bedreven. Want ze hadden wel verwacht dat nu de Partij voor de Dieren dan die paar zetels had, dat ze zich wel zouden conformeren aan de wijze waarop de Tweede Kamer debatteert. Dat heet instrumentele politiek. Geen instrumentele politiek van compromissen en handjeklap, maar dierenrechten op de agenda. Daarvoor dient wat men noemt expressieve politiek. Agenderen, agenderen en nog eens agenderen. Daar bereik je niets mee, zeiden andere politici en journalisten. Maar wetenschappers die deze werkwijze onderzochten, zien dat anders. The first animal welfare party to enter parliament. And I got interested in researching this party because they're very explicit about their goal. And their goal is that they want to act as a pacer in a marathon. They want to make other parties run faster on animal welfare and not themselves directly implement policies, but want to make other parties work faster and let them implement policies. The question that I'm asking in my paper is, has the Party for the Animals performed the role it has set for itself? De Leidse politicoloog Simon Otjes onderzocht of er na het toetreden van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer vaker werd gesproken over de thema's die de partij inbracht. Uit de handelingen van de Tweede Kamer die Simon Otjes onderzocht, blijkt dat die strategie succesvol is. Er wordt sinds het toetreden van de partij in de Tweede Kamer veel meer gedebatteerd over landbouw en dierenwelzijn. En dat komt niet alleen omdat de Partij voor de Dieren er aandacht aan besteedt. Afgezien van haar eigen bijdrage is er nog steeds meer aandacht voor dierenwelzijn in de Kamer. De strategie van de haas in de marathon werkt dus en werpt ook resultaat af. Sinds het toetreden van de partij in de Tweede Kamer zijn er ook meer moties aangenomen over landbouw en dierenwelzijn. Niet alleen moties van de Partij voor de Dieren, maar ook van de andere partijen. Daar zit de winst.
Want alleen als ook andere partijen meer moties indienen, kan dat leiden tot ander beleid. How much of this has been translated into actual policy outcomes? Here we see that the Party for the Animals doesn't have a high percentage of its own motions getting through, but established parties do propose more motions on agriculture and then more motions get through. So there you have indirectly more animal welfare policies getting through. I think the best example is the 2007-2008 government paper on animal welfare, which included a lot of different small steps in improving animal welfare, which was tabled, and some people say, in response to the entry of the Party for the Animals, that the government had to have a kind of comprehensive story to tell with this party in parliament. Wat belangrijk is om te zien dat soms voorstellen van ons verworpen worden door de andere partijen, waarna die andere partijen zelf zo'n identiek voorstel indienen om het vervolgens toch aangenomen te krijgen. En het mooie is dat wij als politieke partij de enige zijn die actief aan concurrentiebevordering doen. Dus wij proberen die andere partijen zover te krijgen dat ze onze programmapunten overnemen. Gaandeweg werd de partij steeds serieuzer genomen in Den Haag en zelfs bewonderd. Maar belangrijker was dat dierenwelzijn een serieus politiek thema werd. Ik herken heel erg de SP in de eerste jaren dat we in de Kamer zaten. Ontzettend enthousiast. Ze willen alles veranderen en eigenlijk gisteren, zo niet dan toch vandaag, jonge honden. En ik vind het leuk. Het is natuurlijk een one-issue-partij, hè? Dus andere onderwerpen staat toch heel ver van ze af. Maar op het terrein van dieren, ja, daar zijn ze gewoon effectief op. Dus ze doen wat ze beloofd hebben. Ik vind de Partij voor de Dieren een aanwinst, omdat ik merk dat waar alle partijen de dierenbelang huldigen, het eigenlijk nooit kwam, laten we nou ook eens doen. We hebben D66 daar wel veel aan gedaan. Maar nu zie je toch dat doordat ze er de hele dag op hameren, er veel meer voor elkaar komt. Een haas in de marathon. Maar in welke marathon? Is het een tijdelijk verschijnsel of het begin van iets groters? Wat is het doel en hoe snel kan dat bereikt worden? De Leidse historica Maartje Jansen herkent in de manier waarop de Partij voor de Dieren politiek bedrijft de emancipatiebewegingen van de 19e eeuw, die vochten tegen slavernij en ander onrecht. Ik denk dat je wel kan stellen dat het debat over dierenwelzijn in Nederland, zoals de afgelopen jaren ook is geïntermeerd door de Partij voor de Dieren, lijkt op die debatten over slavernij, of dat moest worden afgeschaft. Omdat ook daar veel mensen nog helemaal niet zo goed hadden nagedacht over de verwerpelijkheid van slavernij. In de vroege 19e eeuw werden mensen die daarover begonnen vaak uitgelachen. Dat geldt ook voor drankbestrijders die begonnen over het maatschappelijk probleem van drank. Die werden uitgelachen. Was gewoon geen issue. En dan zie je ook 10, 20 jaar later dat opeens alle weldenkende mensen in het land zich ook achter die beweging willen scharen. Dat proces van bewustzijn, dat herken ik zeker uit die 19e eeuwse bewegingen. Maar dat betekent niet dat het per definitie ook een groot politiek succes zal worden. Ook andere wetenschappers, zoals de socioloog Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zien een kentering in de houding ten opzichte van dieren. Diervriendelijkheid die zie je natuurlijk in westerse samenlevingen steeds duidelijker. Dat betekent niet dat er niet toch massa geproduceerd wordt, dat er dingen gebeuren waarvan we nog steeds vinden dat je dat eigenlijk niet op die manier zou mogen doen. Niet voor een dier en eigenlijk ook niet voor de mens, hè, op die manier exploiteren van dieren. Maar in het algemeen kun je wel zeggen dat onze gevoeligheid voor niet diervriendelijk zijn en ook dieren vreed behandelen of laat ik zeggen verwaarlozen is heel erg toegenomen. En dat kun je de emancipatie van het dier noemen. De Partij voor de Dieren is daar een van de duidelijkste uitingsvormen van. Maar ook het toekennen van die rechten aan dieren en een veel grotere zorg voor het welzijn van dieren. Het is altijd zo dat mensen de onmogelijkheden zien. Dus de slavernij afschaffen, ja, het is een charmante gedachte, maar het kan niet, want dan stort de economie in elkaar. Kinderarbeid afschaffen, hetzelfde verhaal. Het kan niet, want dan stort de economie in elkaar. En het blijkt wel te kunnen. Nou, datzelfde geldt voor het geven van rechten van dieren. Voor het respecteren van dieren om wie ze zijn, om wat ze zijn. Dus dieren de gelegenheid geven hun natuurlijk gedrag aan de dag te leggen. Daar is eigenlijk helemaal niks revolutionairs aan. Dat zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. En die vanzelfsprekendheid, daar zijn wij naar op zoek. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. De Australische filosoof Peter Singer, die het eerst schreef over dierenbevrijding, volgt de ontwikkelingen rond de Partij voor de Dieren op de voet. I'm excited by the idea of a political party taking up my views, because obviously I want to see them put into practice. It's not just theoretical philosophy, it's something about how we should try to change the world and the way we relate to animals.
I think the priority for any political party for animal rights should be to reduce the suffering that humans inflict on animals as much as possible. And therefore, the priority should be to look at the greatest amount of suffering we're causing to animals, which I believe is still in the case of the animals that we raise for food. So it's still, particularly the intensive farming of animals, should still be the number one priority. Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Net als Singer wil de Partij voor de Dieren dat de bio-industrie zo snel mogelijk wordt afgeschaft. Maar het bestrijden van dierenleed is niet het enige doel. Dieren moeten kunnen leven volgens hun natuur. Kalfjes dus bij de koe. Ja. Het gekke is, vraag het een willekeurige burger en die denkt, ja, kalfjes horen melk te drinken bij de koe, maar dat zijn we in Nederland helemaal ontwend geraakt. Ja, gebeurt inderdaad niet, maar wij laden het erbij, omdat het hoort. Ja. En zoals koeien horens horen te hebben, vind ik ook dat de kalveren erbij moeten lopen. Ja. En dat gaat ook fantastisch. En je koeien zijn gezond. Ik zie dat ze geen grote plekken hebben. De kalfjes zijn niet aan de diarree. Ze hebben geen antibiotica nodig. Ja. Uierontsteking. Komt nagenoeg niet voor. Nagenoeg niet voor. Nee. En je vertelde net ook, in de winter staan ze in principe wel op stal. Maar zodra het land het toelaat, mogen ze er ook uit. Ja, dus we hebben ze, zodra het bevriest, zeg maar, dan is het weer een geschikt moment. Dan gaan ze naar buiten. Dag. Nou, de Partij voor de Dieren vindt dat je moet denken vanuit de dieren zelf. En je moet het systeem dat je hebt als je dieren wilt houden voor in dit geval de productie van melk, aanpassen aan de dieren. En standaard is geworden dat we de dieren aanpassen aan het systeem dat mensen handig vinden. Dieren zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel. En dat staat voorop. En als je dus systemen bedenkt om dieren te houden, dan moet je die aanpassen aan wat het dier nodig heeft en niet andersom. Hoe ernstig het dierenleed ook is, toch wordt het vaak miskend als het bestrijden ervan in conflict komt met de belangen van mensen. Dat bleek ook bij de behandeling van het eerste wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, waarin een verbod werd gevraagd op de onverdoofde rituele slacht in Nederland. Het is een groot succes voor Marianne Thieme. Haar Partij voor de Dieren, met 2 zetels, heeft de meerderheid van de Tweede Kamer weten te overtuigen. Het is een gevoelige kwestie. Orthodoxe Joden en moslims eten alleen vlees van dieren die zonder verdoving, met een snee in de hals, zijn gedood. Lijden dieren als ze bij de slacht niet worden verdoofd? Het antwoord lijkt nogal voor de hand te liggen, maar wetenschappelijk bewijs was blijkbaar nodig. Het is juist heel erg belangrijk dat het wetenschappelijk onderbouwd wordt. Omdat er gezegd werd van ja, dat is de emotie. Het ziet er heel naar uit en al het bloed wat vrijkomt. En die hals doorsnijden, dat klinkt natuurlijk heel erg. Maar het valt allemaal heel erg mee. Het ziet er erger uit dan het is. Dus ik vond het juist heel belangrijk om het wetenschappelijk te onderbouwen. Omdat dat het argument is waarom je zou het daarna alleen nog maar moet hebben over het feit van vind je dat dieren moeten lijden. Omdat godsdienstvrijheid belangrijker is. We hebben gesproken met eigenlijk de toonaangevende wetenschappers in Europa die gespecialiseerd zijn in de onverdoofde rituele slacht. En die hebben wij undercover beelden laten zien die we hebben laten maken in Nederlandse slachthuizen. En we hebben gevraagd van wat zien we hier en lijden de dieren? En het antwoord was absoluut ja, de dieren lijden hier ernstig. So we see a religious slaughter without standing of this sheep here. And it has just been cut, and after the cut, we see a lot of struggling movements, which are actually a sign that the cut hasn't been performed properly. I could see some reactions from sheep immediately after the cut. Some of them may be related to the presence of consciousness or signs of consciousness. De Tweede Kamer aanvaarde de argumenten en stemde in overgrote meerderheid voor het wetsvoorstel. Maar de Eerste Kamer was nog niet zover. De emotie over de vermeende strijdigheid met de godsdienstvrijheid nam de overhand. En de wetenschap achter het wetsvoorstel werd door tegenstanders betwist. Als we het over het dierenleed gaan hebben, komen we niet uit. Waarom? Ik vind dat het niet op een eerlijke manier is gespeeld. Want er zijn andere westerse wetenschappers, dat kunt u ook lezen, kan ik ook bewijzen,
die beweren juist dat het juist gezonder en beter is, minder dierenleed. Maar ik heb dat kunt u lezen. Voor. It's not a requirement of religious freedom to slaughter animals in a particular way, because you can maintain the practices of your religion intact. You can do everything that your religion requires you to do without eating meat. Bovendien is er in de heilige boeken van zowel de moslims als de joden geen voorschrift te vinden dat het niet verdoofd zou mogen. Dus het zijn tradities van mensen die heel erg belangrijk gemaakt zijn en waarvan je nauwelijks kunt zeggen dat dat nou de religieuze vrijheid betreft. Maar zelfs als dat wel de religieuze vrijheid zou betreffen, als een religieus boek zegt dat je homo's moet discrimineren of dat je overspelige mensen moet stenigen, met name vrouwen, ja, dan zeggen wij in onze samenleving, wij stellen daar paal en perk aan. Die vrijheid heb je niet. Het meten van pijn is iets ongelooflijk ingewikkelds. Er zijn rapporten over volgeschreven. En bijvoorbeeld TNO heeft de rapporten van Wageningen aangevallen als onwetenschappelijk. En zo zie je, ieder heeft daar een eigen definitie voor. Dus dat blijft zo doorgaan, denkt u? Ja, dat zal blijven doorgaan. Wat je merkt in de discussie over dierenwelzijn is dat telkens gevraagd wordt om wetenschappelijk te bewijzen dat dieren kunnen lijden. Terwijl we weten dat dieren nauwelijks verschillen van mensen, dat het DNA-verschil minimaal is. En toch moeten telkens weer rapporten worden gemaakt over wat een dier of een dier wel kan lijden en of een dier bewustzijn heeft. Ik zou zeggen, geef het dier het voordeel van de twijfel. Als je het niet zeker weet, laten we dan uitgaan van het feit dat een dier kan lijden. En laten we dus op een humane manier met ze omgaan. Een partij voor dieren krijgt al gauw het stempel opgedrukt dat ze zich maar met één ding bezig zou houden. Inderdaad, de Partij voor de Dieren houdt zich maar met één ding bezig. En daar zijn we uniek in. Kies Partij voor de Dieren. If we focus on treating animals in a more sustainable way, it would benefit our position on this planet also. Animals are the weakest creatures on Earth. So if we care for the animals, we care for nature, we care for humans. So it's a starting point. Even kijken, we gaan nu naar Meppel. En dat is met die 1100 fokzeugen en 8000 vleesvarkens. Ik wil Marianne vragen hier ons piketpaaltje te slaan en ook in Drenthe te laten weten van ons zijn ze nog niet af. Nee. Marianne. Ik ga beginnen. De Partij voor de Dieren is tegelijkertijd ook een partij voor mensen. Want de intensieve veehouderij maakt niet alleen dieren ziek, maar ook mensen. Ik denk, als je het over megastallen hebt, heb je het over hele grote gebouwen. En gigantische afmetingen. En ik kom net van het zuiden af en ik heb me een flats gezien. En daar stoppen ze mensen in. Oh, dat is ook mega. Het over. Oh ja, zeker. Dat is maar net hoe je het noemt. Ja, je kunt nee, het zeker. Pand noemen, je kunt een flat noemen, je kunt een kantoor noemen. Het is groot. Zeker. En mega. Ja, en daar moeten we dus vanaf van die mega. Ja. En dat is ook belangrijk. Maar dan moet je niet naar zo'n klein boertje. Klein boertje van 10.000 varkens, dat noemt u klein. In 2011 stierven er mensen in Nederland aan Q-koorts en werden er duizenden ziek in de regio waar intensief geiten worden gehouden. De Partij voor de Dieren wees op dat verband en op het falen van de overheid die de bevolking onvoldoende informeerde. Dat werd haar niet in dank afgenomen. De felste tegenstander van het beleid is de Partij voor de Dieren. Die fractie verwijt de minister zelfs dood door schuld, omdat ze de mensen niet tijdig hebben ingelicht over besmette bedrijven in hun omgeving. Het is geen toeval dat Q-koorts wereldwijd voorkomt, maar dat de ergste Q-koortsepidemie juist in Nederland woedt. Misschien wel het enige land ter wereld dat het voor lief neemt dat mensen sterven wegens gebrek aan informatie door de overheid wel bewust onthouden aan risicogroepen. Terwijl we hier met elkaar spreken zijn er nog steeds zwangere vrouwen en anderen die naast een geitenhouderij wonen of recreëren zonder te weten of dat bedrijf besmet is en dus een gevaar voor hun leven of gezondheid vormt. Louter vanwege economische motieven. Mevrouw Thieme heeft in de pers gezegd dood door schuld. Ik vind dat een aanklacht die u waar moet maken. Zolang dieren nog geen aanklacht kunnen indienen, vind ik dat u de verantwoordelijkheid op zich moet nemen om dan ook dit taalgebruik of terug te nemen
of door te zetten? Het werd doorzetten. Op initiatief van de Partij voor de Dieren en dat van de slachtoffers werd de zaak onderzocht door de Nationale Ombudsman. Conclusie was dat er wel degelijk levens hadden kunnen worden gered als mensen eerder hadden geweten welke bedrijven waren besmet. Dieren zijn de meest onderdrukte wezens op onze aarde. Dat geldt voor de dieren in de bio-industrie, maar ook die in de vrije natuur. Steeds meer van hun leefgebied wordt hen ontnomen. Ook daar strijdt de Partij voor de Dieren tegen. De Partij voor de Dieren staat voor het leefbaar houden van de aarde. En helaas heeft onze regering daar andere ideeën over. Die denkt dat je de natuur wel kan afbreken omdat die de economie alleen maar in de weg zit. Er wordt enorm gekapt in de natuur in Nederland. En daar willen we hard tegen protesteren. Zowel door iets te doen wat daadwerkelijk iets oplevert voor de natuur. Een bos waar dieren gebruik van kunnen maken en waar nieuwe ecosystemen gaan ontstaan. Maar ook als symbolische verzetsdaad tegen de afbraakplannen van dit kabinet. Maar wij hebben laten zien binnen één week samen met Vroege Vogels dat je gewoon 23.000 bomen kunt krijgen en dat mensen dat ook heel graag willen betalen. En daarom is het ook zo ontzettend zonde dat Bleker niet gewoon zich realiseert dat natuur de basis is van ons bestaan. En dat we daar juist in moeten investeren, ook voor de toekomst. Ja, aan de andere kant bewijst het misschien ook wel het gelijk van Bleker. Hij hoeft het niet te doen, al die particulieren die doen het heel graag voor hem. Ja, maar dit is natuurlijk maar een heel klein initiatief als je vergelijkt met wat we allemaal moeten gaan realiseren. De biodiversiteit is echt dramatisch achteruit gegaan de afgelopen decennia. En daar hebben we echt niet alleen particuliere steun voor nodig, maar juist ook vanuit de overheid. En dat is niet alleen omdat we het fijn vinden om gewoon in de natuur te zijn, dus de recreatieve functie. Maar het is ook van levensbelang voor een gezond klimaat, ook voor de landbouw. We kunnen niet zonder natuur, dus het is echt goud waard. Oh, het begint te regenen. Nou, dat moet ook, moet een beetje wat water bij natuurlijk. Hoewel, het is hier al behoorlijk drassig. Het is drassig genoeg, hè? Nee. Ja. Eentje staat, 23.000 te gaan. Ja, daar gaan we. Ja. De partij voert op allerlei manieren actie buiten het parlement. Daarbij wordt de partij ondersteund door het wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation. Enerzijds initiëren wij onderzoek op het gebied van dieren, natuur en milieu. En anderzijds vertalen we bestaand wetenschappelijk onderzoek vaak naar filmische documenten. En ons eerste grote project, dat was Meet the Truth. Het gaat inmiddels de hele wereld over. Dat is er in 15 verschillende talen. En we hebben daarop volgend onder andere See the Truth gemaakt. Our most important ecosystem is on the verge of collapse. Unless we act. Now. Als we echt iets voor het milieu willen doen, kunnen we beter nu stoppen met het eten van vlees. Of in ieder geval minderen. Want de veehouderij is een grotere vervuiler dan het verkeer. Dat is de voornaamste boodschap in een documentaire van de Partij voor de Dieren. Ja, het is natuurlijk vooral dankzij die andere film, An Inconvenient Truth van Al Gore, dat de wereld is wakker geschud. Hij heeft ook dan niet voor niets de Nobelprijs gewonnen. Alleen hij is wel iets vergeten. Minder vlees zouden eten, dan zouden alle klimaatdoelstellingen van de regering met betrekking tot huishoudens in één keer gerealiseerd zijn. Alle klimaatdoelstellingen. Ja, ik vond dat spectaculair, dat je met zo'n klein stapje die je als individu kunt zetten, zo'n impact kunt hebben. Het verband tussen de intensieve veehouderij en het klimaatprobleem was voor sommigen volkomen nieuw. De ontbossing, meneer Blom, zoals u weet, wordt voor een heel groot deel ook veroorzaakt door onze intensieve veehouderij. Ja, ik vind het altijd verbazingwekkend hoe de Partij van de Dieren in staat is om een onderwerp per interruptie te introduceren wat absoluut niet gaat over de tekst die ik hiervoor uitsprak.
U moet mij niet kwalijk nemen dat ik geen idee heb wat de relatie is tussen intensieve veehouderij en de relatie tot ontbossing. Ik weet niet waar. Het spijt me, maar dan moet ik helaas dat zie het antwoord niet. Op schuldig blijven. Nee, dat zie ik me waarschijnlijk niet, maar ik weet het gewoon niet. Er waren ook weer mensen die de wetenschappelijk goed onderbouwde film in twijfel trokken. Ik dacht vanmiddag, ik ga ook maar eens een film maken. De waarheid als een koe van Annie. De waarheid als een koe? Van ja. Annie. En dan gooi ik er maar andere cijfers tegenaan. En dat bedoelde ik ook net. Hè? De boeren iedere keer aanpassingen installen. En alles precies. En daarbuiten wat de overheid vraagt. Dus je bent op de goede weg. En dan denk ik van ja, dan kun je zo'n film maken. Maar goed, er zijn heel veel andere cijfers naast te leggen. U zegt dat de feiten niet kloppen. Nee, dan ben ik wat door Wageningen ook tegensproken. Nee. Minister Verburg van Landbouw die heeft de Universiteit Wageningen opdracht gegeven om de cijfers uit de film na te rekenen. Omdat ze zei dat het allemaal niet klopte. En de Universiteit Wageningen die kwam dan een half jaar achter dat de cijfers wel degelijk klopten. En dat de veehouderij dus inderdaad zo'n enorme impact heeft op het broeikasgaseffect. We hebben overigens even, want anders dan blijft het een beetje de bovenhanger van feiten of niet feiten. Wij hebben ook gebeld, ook met onderzoekers in Wageningen. Die hebben gezegd dat zover zij dat allemaal hebben kunnen nagaan. En ze zeggen dat ze dat hebben nagegaan. Alle feiten kloppen in die film van Marianne Thieme. Dus die waarheid als een koefilm, die moet je gewoon zelf gaan maken om het tegenover te zetten. Ook Al Gore erkende uiteindelijk het aandeel van de vee-industrie in het klimaatprobleem. The shift toward a more meat-intensive diet is also part of the problem. The clearing of forest areas in many parts of the world in order to raise more cattle. That's a part of it. The reliance on synthetic nitrogen fertilizer is a Faustian bargain. It's kind of like steroids. It gives a pop, but then the soil degrades. So yeah, agriculture is a significant part of this. We have to change it. Als er iets ergs aan de hand is, dan kun je als je heel snel werkt, en dan kun je er bijna van uitgaan dat binnen een week een Kamervraag gesteld wordt. Maar niet alleen dat, maar er worden ook grote problemen principieel aan de orde gesteld waar we vroeger totaal niet aan konden denken. In het jaar waarin de partij 10 jaar bestaat, zijn er weer verkiezingen. De Partij voor de Dieren is inmiddels een van de snelst groeiende partijen van Nederland in ledental. En in de polls staat ze op 1 zetel winst. Nog steeds is de partij de haas in de marathon op het gebied van dierenrechten. En de andere partijen, het interesseert ze matig, ze hebben geen verstand van zaken. Tenminste, dat zeggen ze, ze vragen ook heel vaak, wat moet ik zeggen? Dat is heel goed, want dan kunnen wij vertellen wat ze dan moeten zeggen. Ja, dat is een geweldig. Laatst bij de Q-korts debat ook was een geweldige. Hadden we een hoorzitting en toen zei op een gegeven moment mevrouw Ariep van de PvdA. Die begon over dat er een parlementaire enquête moest komen over de intensieve veehouderij. En dan begon ze uit te leggen waarom. En toen onderbrak ze zichzelf en toen zei ze, ik klink net als de Partij voor de Dieren. Kijk, en dat is mooi. En dat gaan we dus ook doen. De partij scoort hoog in de kieswijze. En de Tweede Kamerfractie blijkt overeenkomstig te stemmen met haar achterban. Niet alleen als het over dieren gaat, maar ook op alle andere onderwerpen. Zo blijkt uit de schaduwkamer van Maurice de Hond. Daarin wordt het stemgedrag van de Tweede Kamerfracties vergeleken met het stemgedrag van hun kiezers. En daartussen zit bij de Partij voor de Dieren een overeenkomst van maar liefst 89%. Wij hebben vanuit ons beginselprogramma 4 belangrijke eikpunten gedestilleerd. En dat is mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat zijn de 4 beginselen waar wij alle voorstellen op toetsen. En kiezers die niet precies die 4 beginselen kennen, maar die ons stemgedrag in de gaten houden of andere Kamerleden die naar ons kijken, die zien daar een hele consistente lijn uit ontwikkelen. En die vertalen dat voor zichzelf. Jullie zijn gewoon een gezond verstandpartij. Of we weten in welke richting jullie stemgedrag zich beweegt. Veel voorspelbaarder dan bij andere partijen die de ene keer zo stemmen over Kunduz en de andere keer zo stemmen over Kunduz. Die veel meer gevangen zitten in interne politieke discussies.
En wij hebben op basis van die vier beginselen een partijcultuur geïnternaliseerd die niet alleen heel goed werkbaar voor onszelf is, maar ook heel herkenbaar is voor kiezers. Naast de Tweede Kamer wordt de partij vertegenwoordigd in de Eerste Kamer, de provincies, gemeenteraden en waterschappen. De Partij voor de Dieren moet in gemeenteraden zitten, omdat heel vaak landelijk beleid pas bij de gemeente in daden wordt omgezet. Ik ben actievoerder en een hele poos niks en dan politicus. Je ziet ook in de gemeentepolitiek dat partijen steeds meer ook onze onderwerpen overnemen. Ik heb geprobeerd verbinding te houden met de andere partijen, maar wel vast te houden aan onze idealen. CO2-beleid, ecozones, bouwbesluiten, inrichten van de openbare ruimte. En dat het op de zenuwen werkt bij andere partijen, ja goed, dat kan ik dan weinig aan doen. Maar het is van groot belang dat het gebeurt. En krabben de andere partijen zich op de kop van, ja, dat was toch weer een puntje, daar hadden we weer niet aan gedacht. Het is een revolutie die we in gang aan het zetten zijn. En je ziet dat het ook steeds meer opkomt. We zijn nu al bestaan 10 jaar en we groeien nog steeds. En we krijgen natuurlijk ook steeds meer voor elkaar. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Die eerste parlementssitzung in de Nederlanden nach der Sommerpause. In wenigen Stunden wird Königin Beatrix die Regierungserklärung verlesen. Alle Parteien sind vertreten, auch die Partei der Tiere mit ihrer Vorsitzenden Marianne Thieme. Es ist die einzige Tierschutzpartei weltweit, die in ein Parlament gewählt wurde. En ook in het buitenland kent men de Partij voor de Dieren. Toen de Dalai Lama op bezoek was in de Tweede Kamer, liet hij Marianne Thieme weten dat de Partij voor de Dieren een partij is waar hij op zou willen stemmen. Hey, everybody, meet Free Monday. We're meet Free Monday. It's a fun day. De partij ondersteunt internationale initiatieven, zoals de Meet Free Monday-campagne van Paul McCartney. De Indiase oud-minister Manika Gandhi ziet de Partij voor de Dieren als een rolmodel voor haar eigen land, de grootste democratie ter wereld. Start a party, an animal rights party in your own country. Please do so. All across the globe, people are taking heart from our breakthrough in the Netherlands. We have a world log in 9 languages. And we have an online toolkit to start a party for the animals. Please check www.partyfortheanimals.nl. Inmiddels is de Nederlandse Partij voor de Dieren niet meer de enige partij voor dieren in de wereld. Het voorbeeld wordt nu al in 10 landen gevolgd. De strijd tegen het wrede stierenvechten is daarbij een belangrijk thema. Vota Partido Animalista. Sería muy bueno para la defensa de los derechos de los animales en Europa que hubiera una fuerza política que defendiera a los animales desde Holanda, desde España y desde otros países como Portugal. Sería lo ideal, conseguir representación para hacer más fuerza en Europa. El partido por los animales holandés es nuestro ejemplo, es nuestra referencia en España. Nosotros siempre decimos, es posible conseguir representación para defender a los animales. Maar we zien dat we voor heel veel mensen een voorbeeldfunctie vervullen. En dat geeft ook een hele zware verantwoordelijkheid. Als wij het uit onze handen laten vallen, als wij dingen verkeerd doen hier, betekent dat ook dat het gevolg heeft voor mensen die op willen komen voor dieren, natuur en milieu in andere delen van de wereld. Dus het is een zware verantwoordelijkheid, maar het is ook een geweldige uitdaging. In 2012 heeft de partij nog steeds 2 vertegenwoordigers in de Kamer. Het zal erom spannen of het er 3 worden. Frank Wassenberg is kandidaat nummer 3. Het verkiezingsprogramma gaat recht tegen dat van andere partijen in. We hebben een voedselcrisis, we hebben een economische crisis, we hebben een klimaatcrisis. Al die crises zijn met elkaar verbonden. Ook daar zijn we de haas in de marathon, want als je naar alle andere partijen kijkt, alle andere partijen zeggen, we moeten uit die crisis komen door verder te groeien. Nee, de Partij voor de Dieren zegt, die groei is het probleem. Zorg nou dat je op een gezonde manier uit de crisis komt. En dat is niet door domweg in te zetten op meer groei. Bij vorige verkiezingen zal deze verkiezing waarschijnlijk ook weer zo zijn. SGP. Eentje erbij. De Partij voor de Dieren.
2-2, die blijft gelijk. En de partij 50... Even lijkt het of de hoofdprijs wordt binnengesleept. Maar terwijl vele andere partijen fors verliezen, houdt de Partij voor de Dieren stand. Met twee zetels hebben wij stand gehouden voor de derde achtereenvolgende keer. Maar wat belangrijk is, is dat dit dierenvriendelijke meerderheid er niet meer is. En dat betekent dat, in het verleden was het zo dat als wij moties indienen, dan werden ze continu weggestemd. Maar nu, als we straks in de Kamer zitten, zijn die moties dubbel en dwars voor waard. Onze twee zetels zijn dubbel en dubbel waard. Eerst vraag ik graag uw aandacht voor die persoon die vandaag precies 10 jaar geleden enigszins gehaast de Kamer van Koophandel in Amsterdam binnenliep. En in de wachtkamer vroeg, moet iemand van u ook een politieke partij oprichten? Niet? Mag ik dan even voorgaan? Want ik heb een beetje haast. Dames en heren, graag uw warme applaus voor niemand anders dan Marianne Thieme. Natuurlijk, beste partijgenoten, is het een schande dat er een Partij voor de Dieren nodig is. Maar het is een feest dat steeds meer Nederlanders niet meer accepteren wat dieren in Nederland en in de rest van de wereld wordt aangedaan. Wij willen niets liever dan overbodig worden. Maar we zullen niet rusten en niet berusten voor het zover is. We hebben weinig geduld, maar een groot uithoudingsvermogen. We hebben een sterke ambitie om de wereld een plek te laten zijn waar mededogen en duurzaamheid leidend zijn. Ik hoop dat we samen kunnen gaan op de ingeslagen weg. Want dat belooft wat. Dank u wel. Ik heb heel sterk het gevoel dat dit de eeuw van het dier gaat worden. Alle tekenen wijzen daarop.